Goedenavond, dit is Keiler Nieuws. Leuk dat u weer er bent bij de 20e strijd om de Nunspeetse Keiler. We gaan over naar de markt. Reporter, komt u er maar in. Keiler Nieuws, goedemorgen. We zijn hier op de markt live. Nunspeetse Keiler, 20e editie. Geniet ervan. Het gevoel vandaag is fantastisch. Fantastisch weer, helemaal perfect. Mooie sporters, 50 teams, wat willen we nog meer? Topdag, tot vanavond. Doei. En nu over naar het zwangere Keilerbeeld op het Stationsplein. Mr. Keiler, het nieuwe boek in de hand. In één reactie. Het Keilervirus is eindelijk onder handbereik. Je hoeft niet meer een jaar te wachten, het is altijd onder handbereik. De strijd om de Nunspeetse Keiler. Live over naar de markt. Ging hier op de top, maar het ging allemaal goed. We gaan er met z'n allen een gezellige dag van maken. Nou, we hebben er heel veel zin in. Ja, kan je mee? Ja. Nou, gaan we weer proberen om te winnen dit jaar. Ja. Vandaag is onze dag, wij gaan hem winnen. Keilernieuws bij de dameskleedkamer. Microfoon noem je snor. Ja. En dan begin je gewoon spontaan iets heel korts te zeggen. En? Dat was lekker. Wat gaat u doen? Ik was op die lolly. Graag hebben. Wat zei ze nou? Als ik de microfoon onder je snor duw. Ja. Even gewoon. En als... We zijn daar erg blij mee. Dankjewel. Mannen, bedankt voor de mooie jaren. Succes. Als de klok erop doet, is het mooi. Lange haar, hè? En kijken hoeveel je meekrijgt. En aan de ene hoek. Dan is niet achtervoor. En als we dan deze de fiets voor het hoogjaar staan die op het parcours in en uit gaan. En niet voor de boom en gaan. En hier op het middenkrijg zien we dan ook zo'n pep talk van de ploegen. De tijd te geven en de ruimte. Waar was je nou? Ik moest poepen. En wat doe jij dan in het team? Dat weet ik ook niet. Succes vandaag. We hebben er zin in. We hebben er zin in. Gezonde spanning. Gezonde spanning. Ja, ik doe denk ik nu voor de 16e keer mee. Ik heb afgewisseld als coach en deelnemer. Dit jaar weer als deelnemer. Stop. Wij zijn de Mega Maxi Mindy. Yeah! Ja! Wat moet ik zeggen? Hele goede tekst. Ik heb er heel veel zin in. Het is lekker nat, dus ze moeten moeilijk zijn. Huppakee, dankjewel. Ah! Top om aan de Keiler deel te nemen natuurlijk. De VMI ook dit jaar er weer bij met een spectaculaire proef. Dezelfde als vorig jaar, maar super hè? Ja, een paar aanpassingen gemaakt, maar het blijft leuk. Dan. Wij zijn een topteam. Minuten, hier wordt de Keiler gewonnen of verloren. Wat ben jij nou voor cameraman? Shut up! Waarom heeft u een andere kleur pet op? We hebben een andere kleur pet omdat dit een domweg de receptie is en dat is een onderscheid met het gebeuren buiten. Blauwe pet! Ja, ik ben maar een hulpje van deze meneer. Dat is de hoofdmeneer natuurlijk hier binnen. Hé hey Johan, hou jij je broek aan vandaag? Nee, die houdt vandaag niet aan, Hans. Wat te warm. Je snor nee, het wordt een geweldige dag. Oké, daar gaat. Het wordt een geweldige dag. Fantastische keilen. Kijk. Wij gaan voor maximale keilenkracht. En wie zijn jullie dan? De meisjes van de keilen! En Gerrian. Gerrian, die haal ik altijd door elkaar heen. Nou, gaat goed? Klaar voor? Ik er wel! Ja, ik ook. Teams, we hebben verdubbeling doorgemaakt dit jaar. Volgend jaar 4! Nee, dat doen we niet. Hij was van groene vuist. Hartstikke leuk. Okay, kijk. Ken ik jou niet van het Keiler Nieuws van vorig jaar?
Ja, dat zou kunnen. Oh, verzorger. Keile nieuws, ook bij Joop de Haan, die de hele dag ervoor zorgt dat alle fietsen goed onderhoud krijgen. Joop, dankjewel. Graag gedaan. Ik wil zeggen dat burgemeester, daar staan we weer op uw eigen marktplein. Ja, fantastisch toch? Zo deze keiler 2015. Kortom, geweldig. Ja, dat kan wel. Dan zou ik het wel best. De wachttijd. Meester, waarom is de keiler voor Nunspeet belangrijk? Nou, de keiler is eigenlijk een combinatie van sport, van recreatie, van inspanning. En ik denk dat dat een hele goede manier is om Nunspeet ook op de kaart te zetten, met dank aan de leiders. Robin, hoop niet recht. Omdraaien! Oké. Hey Homa, zijn jullie er weer? Ja! Hey, dit is het boek der boeken, hij is binnen. Iedereen moet deze hebben eigenlijk. Hartstikke mooi, bedankt. Allemaal ook op het terras. Ja. We hebben motivatiefilmpjes bij ons om nog even de boel op scherp te zetten. Dus, of is het gewoon point nou? Dat kan eventueel ook. Het gaat heel makkelijk, gaat het. We staan hier te genieten en een beetje alle teams te bekijken. Gaat heel goed, gaat het. En meneer? Goedemorgen. Wat staat u hier te doen? Ja, dat vraag ik me soms ook wel eens af. Dames en heren, we bevinden ons hier in de corridor van de Nunspeetse Keiler, sponsoren van Werven, waar het ook weer een komen en gaan is van sporters. Yo. Het is plotseling, team plotseling. En hoe gaat het met jullie? Ja, het gaat plotseling heel goed. Ja? Gaat het plotseling heel goed? Jawel. En plotseling Hans, zeer goed gaat. Hans, hoe is het met jou, jongen? Ja, goed. Ja? Goed, jongen. Ja, het valt eigenlijk best mee, zo'n keile loop. Dus laatste lusje, we zijn er al zo wat, jongen. Ik denk dat ik, het ook gewoon even helemaal mee loop. Gewoon lekker van zijn broodje staan te genieten. Ja, van Bakker de Vries. Een lekker vest. Zeker. Ja? Ja, hoor. Ja? Nu nog in de tent. Makkie, hè, zo'n keile. Ah, ja. Succes. Hallo. Ja. Stel niks voor zo'n keiler. We blijven van Team Nestlé. Hoe is het met u? Top, top, top. Stel niks voor, hè, zo'n keiler. Nee, helemaal niks voor u. Vrijwilliger zijn, stelt dat wat voor? Dat is een zeer belangrijke taak. Dit was nog moeilijker als de sporter zelf, hoor. Jullie nemen ook gewoon rustig de tijd ervoor. Ja, want het is toch ook een toertocht. Het is een toertocht. Hij ziet hem. En van welk team bent u dan? Nou, die ga ik niet te plekken bedenken, maar we komen uit Dronten, Team Dronten. Keile nieuws, goedemorgen Wim. Waar gaan we toch helemaal heen, man? Dus wat staat u te doen, meneer? Even... Staat u nou een boom om te duwen? Ja, even rekken strekken. Dat is ook wel lekker ijs dat je gelopen hebt. Hier bijna naakt op de Zanderplas. Ja, sla me dood. Ja. Maar gaat helemaal goed. Zit u wel goed? Ja. Ik kom bij de televisie, hè? Ja, best leuk hoor, zo'n Nunspeetse Keiler. Van de zeilvereniging. En dat heeft te maken met de proef die aan de overkant is. Ja. Goed weer erbij, geen ongevallen. Kom op! Wat staat u hier te doen? Ik sta hier lekker te niksen. Keihard in het bos, man. Gewoon heuvel op, heuvel af, boomstronken, zand en alles alweer. Ja, makkie, hè? Ja. Eigenlijk zijn we de grond. Ik moest te weinig getraind, meneer. Ga plezier. Op, wat de berg!
hebben we die keilen binnen, denk ik. Ja? Goedemorgen, leuk dat je toch ook nu weer bij bent. Ja, ik vind het ook hartstikke leuk om weer aanwezig te kunnen zijn. En kunnen jullie nog een beetje winnen van die grote mensen? Ja, het is niet zo moeilijk. Goed gedaan hoor. Vrienden, het gaat heel hard. We moeten meteen door. Hadden jullie dit niet gewoon van tevoren moeten bespreken? Jazeker, maar we doen het door en door en door. En wie is Garis dan? Garis financiële zorg verzorgt financiële dienstverlening voor mensen in onder andere de schuldhulpverlening. Op een grote fiets is topsport, maar op een BMX en dan twee keer de Alpe d'Huez op voor het goede doel. Een lekker kopje thee erbij. Ja, het ziet er goed met mij. Ik vind het dus geweldig. En jullie gaan het doen. Het is fantastisch. 20 graden, we hebben het allemaal geregeld. Dat hoort bij 20 jaar Nunspeetse Keilen. En waarom doe jij niet mee dit jaar? Ik had een andere klus te klaar. Ik ben mama geworden 8 dagen geleden. Is dat Keiler fans Keiler vrienden worden? Dus jullie liggen op schema. Welk schema? Eerste plek. Ik laat even mijn kuitjes verzorgen en dan, dan ga ik weer een lusje maken. Ja, nu nog beter. Ja, nog twee te gaan, hè? Vol gas. Je zit niet te bloepen, hè? Kom op. Ik heb me volledig gegeven voor de ploeg, maar we kunnen tevreden kijken. Terugkijken op een hele mooie dag. Taxi. Proost! Dat is een contactlens van mijn rechteroog. En binnen 5 minuten heb je een nieuwe. Pearl, pearl, pearl. Het zit er weer op! Arota! Yeah! Een trap, Sotje. Kijk. 6-0-9-42-6-11-17. En op 10 van 2-6-11-23. Zie je al dat? Oh, lekker man! Doe nog maar een rondje, hè? Ja. Dan heb je ook nog een andere hoofdje. Dit is Keilennieuws, Markt Nunspeet 2015. Terug naar Veluwine.